Ja, er zijn vele manieren om een gezellige sfeer te creëren in huis. Dus unieke meubelen, leuke accessoires, kaarsen. En vandaag ben ik op een plek waar alles samenkomt. Hoi Wendy, leuk dat je er bent. Hoi. Ja, wat een leuke winkel heb je hier morgen. Nou, dankjewel. En het ruikt hier zo lekker. Ja, dat zijn de lekkere geurzakjes die ik verkoop. En de geurstokjes die je om de paar dagen even de stokjes om kan draaien. Dat is ook heerlijk. En we hebben nog een product die zich onderscheidt. Want die doet niet alleen geur afgeven, maar ook nog de geur onttrekken. Maar ik weet nog wel dat ik 2 jaar geleden heb ik een huis gekocht. En dat was helemaal kaal, dus ik moest opnieuw starten. Maar om dan een stijl te kiezen die bij je past, vond ik heel moeilijk. Hoe doe je dat? Nou, dat is ook best lastig. Maar eigenlijk is het heel belangrijk dat je de basis rustig houdt met rustige kleuren zoals grijs, taupe en witte tinten. En de materialen van natuurlijke houtsoorten, echt dat past heel goed bij elkaar. En dan passen eigenlijk alle accessoires er wel bij. En dan kan je eigenlijk per seizoen veranderen. Ja, en dan moet je je huis natuurlijk nog persoonlijk maken. Hè? Dat je echt thuis kunt komen in je eigen huis. Ja, dat is inderdaad ook heel belangrijk. En daarom hebben we ook hele leuke, unieke stuks in de winkel. En dat zijn meubels uit India, Indonesië. Daar hebben we tafels uit India van het hele oude teakhout. Dat is echt een hele leuke uitstraling. En Indonesië teakhout tafels, die zijn wat gladder. Kan iedereen zijn keus maken. Ook hebben we hele leuke kasten, die zijn heel kleurrijk. Die komen ook uit India. Maar er is er echt maar één van, dus dat is echt heel bijzonder. Ja, en ik wil eigenlijk wat vaker wisselen van stijl. Ja, ik doe echt het voor en het najaar even een paar andere kussens in de bank of leuke andere accessoires. Een beetje andere kleurtjes. Voorjaar heb je natuurlijk lichte kleuren, het najaar heb je wat warme kleuren. En door een paar andere accenten maak je heel je interieur toch weer een hele andere sfeer maak je ervan. Nou, dit is dan nog de zomerstijl en nu gaan we het omgooien naar de wintersferen. Gaan we doen. Oké. En dan de finishing touch, hè? Inderdaad. Ik vind het leuk geworden. Heel leuk. Ja. Ja. Ja, genoeg inspiratie opgedaan, dus ik ga zo ook even voor mezelf shoppen. Maar ik heb ook een cadeautje nodig voor iemand en ik vind het toch wel heel lastig om dat voor iemand anders in te schatten. Nou, dat is ook zo, maar daar hebben we best wel leuke neutrale cadeautjes. En anders zou ik denken, een cadeaubon. Ja, dan kunnen ze altijd zelf kiezen wat ja, ze leuk vinden. Ja, kunnen ze lekker zelf shoppen. Oké, nou dan ben ik geslaagd, dan gaan we shoppen. Oké, ja, prima. Het leukste deel. Ik heb hele leuke dingen gekocht, dus nu ga ik thuis aan de slag.